Omdat wij zo even op een heel mooie manier de wereldgrootste dia hebben aangemaakt. Bijzonder omdat dit feest bekend staat als het lichtfeest en bijkans door elke cultuurgroep wordt erkend en gevierd. De bijzonderheid van dit feest krijgt meer gestalte omdat wij de Diwali gezamenlijk in meer dan 200 landen in de wereld gezamenlijk vieren. Hiranmayim Lakshmim Jata Vedo Maavaha. Het begrip licht heeft in bijkans alle culturen een bijzondere betekenis. Echter wordt het door elke cultuurgroep anders benaderd, hetgeen uiteindelijk toch op hetzelfde neerkomt. Behalve dat het licht een symbool is van het goddelijke, wordt het ook in verband gebracht met kennis en spiritualiteit. It is truly amazing to see the way the Indian diaspora in Suriname has preserved its roots in terms of language, art and culture while fully assimilating and integrating with the local culture and the country of their domicile. It is indeed inspiring for the diaspora in the region to follow your footprints. De culturele unie Suriname, de kust, is op deze dag bijzonder blij dat de Diwali uitgeroepen is tot de nationale feestdag in Suriname om een ieder in de gelegenheid te stellen om nationale ghi te zetten in de grote dia en de godin Lakshmi Mata zegen en gezondheid te vragen. Een gezond volk draagt altijd bij aan de totale ontwikkeling van een land. Dr. Engineer Herman Adhin, die zei Diwali, D-I-V-A-L-I. En dat wil zeggen, daadwerkelijke inzet van alle landgenoten is imperatief, is ons geboden en is onze opdracht. Sabiko, ik shub Diwali ho aan alle landgenoten alvast een shub Diwali toegewenst. Sa adar, sa prem, namaskar.